soort jaarlijkse reunie en tegelijkertijd het grote gala waarop je viert hoe bijzonder dat vak is. Dus het is eigenlijk een nationaal feestje. Ja, ik vind het aantal nominaties vind ik echt fantastisch. Ik vind het zo spannend, maar gezond spannend. 9 nominaties voor de Bodyguard. Dat moet een feestje worden. Ja, en we staan hier in het theater van de Bodyguard. En ik kan toch wel zeggen dat hier een klein musical wonder gebeurd is. Iedere avond hier meer dan 1500 mensen in de zaal. Dat is in jaren niet gebeurd. Als ze nou die prijzen ook nog krijgen, zou ik heel blij zijn. Benieuwd naar degene die de Oeuvre Award gaat uitreiken aan Joop van den Ende, weet ik ook niet. Niet uitvinden, maar toch wel de grote promotor achter de musical in Nederland geweest. Ja, het is waanzinnig wat hij heeft neergezet. Het is echt, ik heb er bijna geen woorden voor. Ik vind dat hij hem dik, dubbel, drievoud, meer dan verdient. Ja. Ik ben daar heel erg trots op. Ik vind het leuk. Ik ben er blij mee en ik heb er zin in. Is het voor jou nou ook het spannendste moment van het hele jaar? Nou, eigenlijk wel, want ik ben een paar jaar geleden gevallen toen ik een prijsontvangst ga nemen. Dus ik heb schuursponsjes onder mijn schoenen gedaan en ik hoop dat het vanavond niet gebeurt. Gaan we vanavond ook nog genieten van jouw zangkunsten? Wat denk je? Nee, het lijkt me niet goed voor de kijkcijfers. Nou, de rode loper is klaar, de gong is gegaan. Volgens mij gaat de show beginnen, Anton. Precies, het wordt nou pas echt interessant. En hier is, na 7 jaar... weer op het podium, speciaal voor jou, de Queen of Rock, de only Miss Tina Turner! And I present to you with this wonderful trophy. Can you carry it? Daar ben ik trots. Ja, door de vakjury. Ik ben er zo ongelooflijk blij mee. Ja, het is een beetje ongelooflijk, omdat we voor het eerst... Dat was onze eerste samenwerking. Voor het eerst voor mij in ieder geval muziek te maken voor iets anders dan een album van mezelf of voor de Common Linnets. Dus het is uniek gewoon. Direct daarna. Ja, ik werd volgens mij ook geëmotioneerd in mijn speech. Het ging heel snel voorbij, maar... En toen dacht ik, ik heb nog masker. En toen moest ik op. Your arms can't keep me safe from harm. I wanna run to you. Dus dat ging heel snel. Dus ik hoop ik leef eigenlijk nog een beetje een bol. Dit was het weer, de 15e editie van de Musical Award Gala hier in het Beatrix Theater in Utrecht. Achter mij zijn alle prijswinners met hun prachtige awards. En het feestje gaat hier nog wel even door. Vond je dit een leuke video? Ik wel. Vergeet het dan niet te liken. Je kan je ook abonneren op ons YouTube-kanaal. Heb jij dat eigenlijk al gedaan? Oeh.